Ik zal proberen kort te zijn, voorzitter, want ik zie de tijd wegtikken. Ik heb de minister enorm gecomplimenteerd voor de hernieuwde inzichten deze zomer. Maar dat heeft denk ik niet iedereen meegekregen. Dat deze minister eigenlijk ook een beetje op een D66-minister is gaan lijken. En ik vroeg tijdens mijn inbreng ook naar de plannen. Wat zijn nou de plannen van die minister? En ik noem als voorbeeld dat onderwijs. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, nu de minister zo'n gedaantewisseling heeft doorgaan en Nederlands u opnieuw moet leren kennen, ook op dit onderwerp bijvoorbeeld, wat dan uw eigen plannen zijn? Ja, ik denk dat, dat de persoon die daar zat of die hier staat absoluut dezelfde is. Maar gelukkig maar dat ik me ook af en toe laat overhalen of overtuigen door ambtenaren. Ik bedoel, ik zou ook geen knip voor de neus waard zijn als ik binnen zou lopen op een ministerie en een onveranderd persoon zou blijven. Ik denk dat dat ook niet gebruikelijk is of niet normaal is. Ik ga dat allemaal uitwerken. Artificial intelligence, daarmee omgaan, de randvoorwaarden, de wetgeving die ik versneld naar de Kamer zal brengen, in de hoop dat in de ziekenhuizen volgend jaar ze al AI in de praktijk kunnen brengen. Daarvoor zullen wij hier ook nog wat noten moeten kraken. En dat ga ik allemaal doen, dat heb ik ook al opgeschreven. Integreerprogramma wat volgende week naar de Kamer komt. Dus ik hoor u en we zullen er veel over debatteren en we gaan veel doen op dit terrein. Want we weten allemaal dat als we het niet doen, dat personeelstekorten onbeheersbaar zullen worden. En dat zullen we alles aan moeten doen om dat af te wenden. AI. Ja, beter opleiden. Nou, dan zijn we er wel doorheen. Nee. Even kijken. Informatieknooppunt, zorgfraude. Knooppunt zou eigenlijk betekenen dat je het knooppunt bent, zeg maar, in al die stromen. Mijn amendement zegt, voeg die nou toe, zodat gemeenten en zorgverzekeraars en het IKZ data kunnen verrijken, sneller kunnen opsporen en elkaar ook kunnen helpen. Ik zou het heel onwenselijk vinden om dat er buiten te laten. Volgens mij is het een hele waardevolle toevoeging in de fraudebestrijding. En ik hoor de minister daar eigenlijk geen antwoord op geven. Nee, de amendementen kom ik zo nog op terug. Ja. Even denken hoor. Het gaat er ook om dat het IKZ daar op dit moment niet voor geëquipeerd is, voor wat u wil. En op dit moment ook niet de werkwijze is. Er is een signaal. Bijvoorbeeld, dat heb ik al een paar keer genoemd, iemand declareert 20 uur per dag, dat het signaal wordt verrijkt. Het verrijkte signaal gaat naar degene met de opsporingsbevoegdheid, zoals de gemeente, en dan wordt verder onderzoek gedaan. En pas wanneer er een gerechtvaardigde overtuiging is, komt de aanbieder in het waarschuwingsregister zorgfraude. Ja, dat laatste is heel geruststellend, voorzitter. Maar we hebben ook even contact gehad met de IKZ. Zij zouden dit een hele waardevolle aanvulling vinden. Juist om ervoor te zorgen dat de data op alle onderdelen in het traject verrijkt kunnen worden. Opsporing sneller plaatsvindt. Mensen ook niet foutief ergens weggezet worden. En de samenwerking juist ook op lokaal niveau beter kan. Dus ik zou toch de minister willen vragen om hier nog eens kritisch naar te kijken. Ja, ik kom straks nog even terug op alle amendementen.